deze wand is eigenlijk een kaleidoscoop van momenten, hele illustrerende momenten in het leven van Johan. Ja, dat is ook een duidelijke soort uitnodiging van nu komen jullie allemaal de Johan Cruijff Arena binnen. Dus in al die stadia komt eigenlijk het leven van Johan voorbij in deze wand. Ik vind het heel mooi geworden. En ik vind deze karakteriseert Johan heel erg mooi. Dus het is een markant, deze lobby is alweer een markant punt in het stadion geworden. En beneden is er dus heel groot zijn hoofd weergegeven.